Goedemiddag lieve mensen, van harte welkom bij dit eerste vlog Annette Born Coaching in samenwerking met Fit4Me. Ik ben er trots op dat ik als ambassadrice voor dit mooie bedrijf ook een podium krijg. En ik zal het podium gebruiken om zoveel mogelijk informatie te geven over de operatie en over alles waar je mee te maken krijgt als je zo'n operatie ondergaat. En waar kunnen we beter beginnen dan aan de start? Ik merk in mijn eigen praktijk dat de mensen heel erg vaak al niet eens weten waar ze moeten beginnen als ze zo'n operatie overwegen. De start is de huisarts. De huisarts zal je door moeten verwijzen naar een ziekenhuis of naar een kliniek die je vervolgens insturen voor een operatie. Waar je goed over na moet denken van tevoren, dat is een advies, is dat de klinieken vaak de mensen behandelen in groepsverband. Dus dan is er een voortraject waarin je wordt klaargestoomd voor de operatie. En dit is met mensen in een groep. Ben je niet zo'n prater, dan kan het zo zijn dat je vaak het onderspit moet delven. Dus dan kan je er beter voor kiezen om je door te laten sturen naar een ziekenhuis. De ziekenhuizen die maagverkleiningen doen, hebben een eigen hele bariatrische polykliniek. Bariatrie is overigens een verzamelwoord voor maagverkleinende operaties. Een heel goed voorbeeld daarvan is het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp, waar ik zelf enorme goede ervaringen mee heb en waar hele fijne chirurgen en specialisten werken. Op het moment dat je ingestuurd wordt, ga je als eerste de afspraak van de chirurg nakomen. De chirurg die zal je vertellen over de soorten maagverkleinende operaties die er zijn. Want er bestaat er niet één, er bestaan er meerdere. En ze hebben allemaal zo hun voor- en hun nadelen. Misschien kunnen jullie je nog wel herinneren dat er een hele tijd geleden begonnen werd met het plaatsen van maagbanden. Die worden eigenlijk bijna niet meer geplaatst. Dat komt omdat is gebleken dat er gewoon eigenlijk te weinig winst is wanneer je een maagband draagt. Een maagband is een siliconen bandje om je maag met een aanprikpoortje die meestal op de ribbenboog inwendig wordt geplaatst. En de maagband zorgt er eigenlijk voor dat je moeilijk kan eten, letterlijk moeilijk kan eten. Het klinkt heel erg mooi dat je snel verzadigd bent, dat je geen honger hebt, waardoor je wel afvalt. Maar de praktijk is toch heel erg anders, want de voedingsmiddelen die je nodig hebt, zoals een boterham of je groenten of je vlees, je eiwitten, die kan je eigenlijk niet goed eten. Die passeren het systeem van de maagband niet, die blijven hangen op de maagband. En dat zorgt voor een drukkend gevoel en uiteindelijk ook tot dat je moet braken. Ik heb zelf 3 jaar een maagband gehad en ik heb niets anders gedaan dan overgeven. Dus ik weet echt wel waar ik over praat. En het gaat zo tegen je werken dat je eigenlijk de verkeerde producten gaat nemen. Dus je moet je wel goed kunnen voeden. We zien dat de maagband eigenlijk niet meer geplaatst wordt. En ik zou het je eigenlijk ook afraden. Het is ook overigens zo dat de meeste mensen die jaren geleden die maagband geplaatst hebben, inmiddels opnieuw geopereerd zijn. Dat heet een redo-operatie. En dat de maagband eruit is gehaald en dat die is vervangen door een sleeve-operatie of een gastric bypass-operatie. Wat zijn dat voor operaties? De sleeve-operatie is letterlijk vertaald een mouw. Dus er wordt een groot deel van de maag weggehaald, echt uit het lichaam. Dat kan dus ook nooit meer terug. Daardoor heb je de winst van het feit dat je heel weinig, of althans kleine porties, kunt eten. Je eet dan 6 keer per dag kleine porties, hebt een verzadiging en valt dan uiteindelijk af. Het nadeel daarvan is dat de maag een spier is en dat je hem ook op kunt rekken. Laat je nou niet wijsmaken dat die sleeve uiteindelijk weer heel erg groot kan worden. Althans, zo is het ook weer niet. Bij de gastric bypass heb je 2 winstpunten. In tegenstelling tot de sleeve waar je 1 winstpunt hebt. Gastric bypass die heeft een verkleining van de maag, ongeveer een kiwi. Daarbij wordt ook nog een hele stuk gebypassed van de dunne darm. En dat betekent dat je bij de dunne darm bepaalde voedingsstoffen niet meer opneemt. Dus suikers en vetten worden niet volledig meer opgenomen door het lichaam. 2 keer winst. Betekent ook dat je tekorten kunt krijgen aan bepaalde voedingsstoffen. Dat je te weinig binnen kunt krijgen van de voedingsstoffen die ons lichaam juist zo nodig heeft. Er kleven natuurlijk nadelen aan. Wat goed is om te weten is dat een sleeve operatie niet terug te draaien is. Er wordt een stuk van je maag
weggehaald en die kunnen we er nooit meer aan breien voor je. Een gastric bypass operatie is wel terug te draaien. En in zeldzame gevallen gebeurt dat ook. Mensen die bijvoorbeeld veel te veel afvallen, zich niet meer goed kunnen voeden, die komen vaak in aanmerking voor het terugdraaien van de operatie. Overweeg goed, ook in samenspraak natuurlijk met de chirurg, voor welke operatie je kiest en in hoeverre je kan voldoen aan de juiste zelfzorg om je goed te verzorgen, maar ook vooral goed te kunnen voeden. In beide gevallen, hè, met de gastric bypass en de sleeve, is het heel erg belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen neemt, maar dat je vooral ook zorgt voor je juiste vitamine-tabletten, de multivitamine-tabletten. En dan hebben we natuurlijk bijvoorbeeld over de tabletten van Fit4Me. Dan is de grote dag aangebroken en dat is vaak de dag die mensen hun nieuwe geboortedag noemen. Ik weet het nog heel goed van mezelf dat ik op het bankje zat destijds voor het Slotervaartziekenhuis en dacht van, zouden ze me nou eindelijk slank gaan maken? Ondanks het feit dat ik al zorgcoördinator was geweest bij de Nederlandse Obesitaskliniek, wist ik heel goed dat een gastric bypass operatie zoals ik die ook kreeg geen tovertruc was. Hoe zou het zijn om eindelijk een beetje een normaal postuur te hebben? Want ik had toch echt wel last van dat overgewicht, ondanks dat ik altijd mijn best deed om dat te verhullen. Mijn operatie is heel goed gegaan. Maagband is eruit gehaald, gastric bypass is er ingezet, om het maar heel plastisch te zeggen. En binnen een uur was het allemaal gepiept. Ik weet nog heel goed het eerste wat in me opkwam toen ik uit de narcose was. Nu hoef ik alleen nog maar af te vallen. Het is heel fijn als je aan de goede kant zit natuurlijk. Want de risico's van zo'n gastric bypass operatie zijn er wel degelijk. En nogmaals, dit is geen vlog om angst aan te jagen. Maar het is wel altijd goed om te benoemen dat er risico's aan kleven. En het grootste risico is eigenlijk een naadlekkage. Daarvan kan uiteindelijk een buikvliesontsteking ontstaan. Het kan al heel snel ontdekt worden in het ziekenhuis, dus laat je niet bang maken. Je kunt kijken bij de risico's van een gastric bypass op het internet. Dan vind ik het ook altijd wel een advies om je niet te veel in te lezen op internet, omdat daar ook nogal wat horrorverhalen staan. Dat vond ik zelf heel erg meevallen. Dat heeft natuurlijk te maken voornamelijk met het feit dat het een laparoscopische operatie is. Laparoscopie, dat is de kijkoperatietechniek. 5 sneetjes op je buik, echt hele kleine sneetjes, 1,5 centimeter zo'n beetje. En de wondjes op de buik, die stellen eigenlijk heel erg weinig voor en die zijn binnen no time genezen. Maar van binnen is er natuurlijk wel heel wat gebeurd. Dus je bent echt wel operatiepatiënt, maar de pijnbeleving, nogmaals, dat is voor iedereen persoonlijk. Ik vond het heel erg meevallen. Ik was een paar uur na de operatie met mijn infuuspaal en al alweer een beetje op de gang aan het wandelen. Dat deed ik ook omdat ik wist dat het belangrijk was om alweer een beetje te bewegen in verband met het ontstaan van trombose. Als er complicaties ontstaan, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan heb je de operatie gehad en dan ga je van lieverlee een beetje drinken. En dan krijg je een yoghurtje en dat eerste hapje is natuurlijk best heel erg spannend. Want hoe voelt dat? Hoe zakt dat? Ik had al heel lang geleefd met een maagband en nu zou het weer een hele andere beleving worden. Dat eerste hapje was iets wat ik met zweet in mijn handen nam, maar dat zakte keurig door. Dus op dat moment dat het zakte en dat ik er geen last van kreeg, wist ik, het zit goed. En vaak is het ook zo dat als je een goede operatie hebt, ongecompliceerd en je zit aan die goede kant, dat je ook mag verwachten dat je aan die goede kant blijft. Dat is eigenlijk in het volledig hersteltraject bij mij ook wel gebleken. Een goede vloeibare periode, hè. Je moet na de operatie vloeibaar eten, zodat de wonden die van binnen gemaakt zijn goed kunnen genezen. Wanneer je dik vast voedsel gaat eten, krijgen die wonden niet goed rust om goed te herstellen. Ik moet je wel in alle eerlijkheid bekennen dat op het moment dat ik weer boodschappen ging doen en even weer een paar stappen buiten de deur zetten, dat het zweet me uitbrak. Dus in die zin is het ook iets wat je toch niet helemaal moet bagatelliseren. Na de operatie is het ook de bedoeling dat je jezelf gaat injecteren met spuitjes om trombose te voorkomen. Dat is iets waar veel mensen een beetje tegenop zien, want dat is misschien wel een beetje griezelig om jezelf prikken te geven. Prikken moet je in je buik spuiten. Dan kan ik je geruststellen, ook dat valt heel erg mee. Je leert dat in het ziekenhuis en daarna kan je eigenlijk gewoon jezelf prima injecteren om dat zo pijnvrij mogelijk te doen, zou ik je adviseren, zo heb ik het zelf gedaan, om die spuit gewoon met heel veel kracht in je buik te jassen. Dus denk niet na, doe niet moeilijk, pak gewoon een stuk van je huid en
prik hem erin, want dan is het leed zo geleden en ben je er eigenlijk zo vanaf. Er komt nog best wel wat bij kijken, als ik dit zo allemaal even in vogelvlucht benoem. Voortraject, het starten bij de huisarts, het uitzoeken van wil ik geopereerd worden via een kliniek en wil ik dan ook in groepsverband het hele traject doorlopen. Wil ik naar een ziekenhuis toe en wil ik dat met behulp van de specialisten die in het ziekenhuis werken. Wil ik met hun samen dit hele avontuur aangaan of wil ik in een kliniek met de specialisten die daar werken dit avontuur aangaan in die groep. Want dat is dan daar heel erg belangrijk bij. Vervolgens de operatie, het opbouwen van het vloeibare voedsel naar het vaste voedsel na de operatie. Het injecteren van de spuitjes tegen trombose. Zorgen dat je meer beweegt. Zorgen voor de juiste voedingsmiddelen. Dus zorgen dat je altijd kwalitatief goede voeding neemt. Voor mij is een hele goede vuistregel dat ik altijd zorg voor het maken van de minst slechtste keuze. En zo kan je dat doorvoeren naar alles. Kies gewoon van alles het minst slechtste. Je hoeft niet in te leven op de kwaliteit van je eten. Sterker nog, het is juist de bedoeling dat je die kwaliteit verbetert. Maar dat je daarbij niet het idee hebt dat je je leven lang nog aan de lijn bent. En als je die mindset maakt van nou, ik kies voor kwalitatief goed eten. Je hoeft geen hangslot op de snoepkast die je thuis hebt. Maar ik zorg er wel voor dat ik mezelf in de hand heb. Het enige wat ik nog wil zeggen is dat je na een maagverkleiding niet kunt eten en drinken tegelijk. Omdat je dan ook je voeding wegspoelt. En het kan zeker na een gastric bypass daardoor veel te snel in je dunne darm komen. Waardoor je dus een grotere kans hebt op een dumping. Ik weet nog heel goed dat toen ik bij de Nederlandse obesitaskliniek werkte, dat ik daar destijds van een psycholoog hoorde dat zij een cliënt complimenteerde door te zeggen van wat goed dat je maar 5 koekjes hebt gegeten. Vroeger had je misschien wel het hele pak leeg. En dat zijn allemaal dingetjes van wees ook trots op alle doelen die je behaalt. In het volgende vlog neem ik jullie mee in alles wat je te wachten staat. Het eerste jaar na de operatie, het tweede jaar, het derde jaar, stabilisatieperiode, maar ook de periode van het aankomen. Want 10 tot 15% gewichtstoename mag je helaas verwachten. Mocht je nou nu al van alles willen weten over een maagverkleinende operatie, mocht je het overwegen, dan kun je altijd overgaan tot het bestellen van mijn nieuwste boek. ABC van de maagverkleining. Hierin alles, maar dan ook alles wat je moet en wilt weten over deze operaties. Ik heb dit boek samengeschreven met bariatrisch chirurg Maurits de Brouw. Verbonden aan het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Als ik ervoor zou staan, dan had ik heel graag gewild destijds dat er zo'n boek zou zijn. Je kunt hem bestellen op annetteborncoaching.nl. En als je het leuk vindt, dan kan ik er ook nog een persoonlijke noot voor je inschrijven. Dus laat me dat gewoon eventjes weten. Reacties, opmerkingen, vragen over dit vlog, post ze. Ik zal beantwoorden wat je wilt weten. En ik dank je voor nu heel erg hartelijk voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Dag!